De felicitaties naar Pim Fortuyn. Dank u wel. 17 zetels gewonnen in Rotterdam en in de opiniepeiling maar liefst vanuit het niets op 18. Wat vervult u met meer trots? Nou, natuurlijk de reële uitslag. Dat lijkt me wel duidelijk. Hè? Peilingen zijn peilingen. Het is op het ogenblik ook geen Tweede Kamerverkiezing. Het gaat om Rotterdam. Nou, daar hebben we een mega-uitslag. Ik ben er een beetje beduusd van. Hartelijk welkom ook meneer Melkert. Tijdens de arbeid staat ook een kleine file. Nou, we zaten in Heerenveen, dus dat is nog een eentje rijden. Ja, ja. Heeft u en dan kom je door de polder. Ja, tuurlijk. Ja. Heeft u de heer Fortuyn al gefeliciteerd? Nou, ik wou iedereen, het is een goede democratische gewoonte om iedereen te feliciteren. Balkenende, Rozemuller, Fortuyn. Met bereikte resultaten her en der. Nou ja, op één plek dan vrij geconcentreerd. Ja. Bent u ook blij met de manier waarop dat gebeurd is? Ik bedoel, u wenst iemand geluk die u eerder deze week toch een aantal verwijten, althans over zijn uitlating heeft gedaan. Ja, daar zijn we nog steeds niet blij over die uitlatingen. Dat verandert echt niet door de verkiezingsuitslag natuurlijk. Nee? Maar dat neemt niet weg dat het wel democratie is dat mensen zich uitspreken. Ja. Maar nee, mijn vraag was, als u de heer Fortuyn geluk wenst, hoe geloofwaardig is dat als u hem eerder deze week aangaande zijn uitlatingen zo stevig heeft bekritiseerd? Met woorden als asociaal. De geloofwaardigheid ligt in de democratische gewoonte. En het belang daarvan ook. Mm-hmm. Dat mensen uiteindelijk kunnen kiezen. Dat geldt dus ook voor Rotterdam, dus ook voor de mensen. Ja, maar ze hebben niet voor een asociale man gekozen. En wat ik heel leuk vind in Rotterdam. Ik dacht dat ik het woord nog had, of zie ik dat verkeerd? Dat ze met de soort ik zou het dus willen zeggen, meneer Witteman. Ik hoop dat u een beetje orde weet te houden. Want de heer Fortuyn die heeft er een gewoonte van om door anderen heen te praten. Dat vind ik niet zo leuk. U heeft die ervaring al eerder. Ja, dat moeten we gewoon niet doen. Ik zou dus willen zeggen, het is belangrijk dat er gekozen is. Dat neemt niet weg dat er natuurlijk echt zorgen zijn, bij mij ook. Over wat dan de verantwoordelijkheid is die vervolgens wordt genomen op basis van uitspraken die zijn gedaan, die er niet om liegen. Nou, dat zal nog heel wat vergen. Ja. En ik wil er maar even op wijzen. Er zijn twee dingen die paars, hè, die nu nog regeert, nu laat liggen. Neem ik de heer Melkert zeer kwalijk. Vorig jaar maart heb ik hem aangesproken op de inflatie. Het interesseerde hem helemaal niks, nog steeds niet. En dat gaat heel. We zien nu uit de cijfers dat onze concurrentiepositie zeer wordt ondergraven. Misschien straks weer geconfronteerd worden met een financieringstekort, meneer Witteman. Dus dan moeten we weer bezuinigen. Dus ik ben heel voorzichtig daarin. Ik wil de zalmnorm handhaven. Geen gulden extra uitgeven die we niet eerst hebben verdiend. Zo moet het. Meneer Melkert? Ik ben me niet bewust dat ik voor inflatie heb gepleit, eerlijk gezegd. U heeft gezegd dat u dat niet interessant vond. Nou, ik dacht dat ik het antwoord gaf op uw vraag. Bent u helemaal niet bereid hem aan te kijken? Nee, ik kijk hem voortdurend aan, maar als u een vraag stelt, kijk ik u aan. Dat heb ik thuis geleerd. Zo hoort het. Graag u te reageren op zijn opmerkingen aangaande de inflatie. Dus als u hem nog even aankijkt. Het is natuurlijk flauwekul. Heeft u het in Rotterdam niet gezegd? Het was niet interessant in het eurogebied dat wij een hoge inflatie hadden. Inflatie is het gevolg van de introductie van het belastingstelsel. Daar was rekening mee gehouden. Het valt dus inderdaad vies tegen. Dat er in de eerste maanden van dit jaar minder is gekomen. Maar dat heeft heel erg veel te maken met de loonontwikkeling, waar we niet tevreden over kunnen. Ja, maar u doet er niks aan. Dat heeft. Maar u kunt de overheidstarieven in de hand houden. U kunt de overheidsuitgaven. Ik geloof dat u overschat wat je daaraan zou kunnen doen. En je kunt en ik denk dat u zult moeten aangeven hoe u dat dan zou willen afdwingen. Als je tenminste ook respecteert dat er bijvoorbeeld vrijheid van onderhandeling is tussen sociale partners. Dat is al een kritische grens. We willen het morgen het debat herhalen en dan willen we niet inknippen. Meneer Roosbuller, ik geef u het woord. Beetje bevallen, dat eerste debat met de heer Fortuyn? Nou ja, niet als je zegt dat je niemand binnen wil laten en vervolgens zegt dat toch iedereen wel binnenkomt. Dat zeg ik helemaal niet. Dat zei je wel. Zeg niet, mag ik even? Niet als je zegt dat er in de bureaucratie een heleboel moet gebeuren op het terrein van gezondheidszorg en onderwijs, wat iedereen vindt. Maar het onderscheid tussen Fortuyn en de rest is dat jij vindt dat er geen cent naartoe moet en wij vinden dat er wel een cent naartoe moet. Nee, maar de meningsverschillen zijn wel duidelijk. De vraag is of het debat met de heer Fortuyn bevallen is. Want u heeft er een paar keer om gevraagd. Nee, ik heb er één keer om gevraagd. Ik heb toen nee gekregen. En ik zou het debat dus graag voortzetten. Ik heb een nee gekregen volgens nog. Maar zeg dan nu ja. Maar zeg dan nu ja, dan maken we een afspraak. Heb ik toen ook al gezegd. Meneer Melkert? Dan maken we een afspraak. Bevallen? Het hoort erbij.
Nou, dat klinkt niet erg enthousiast, meneer Melken. Dat belooft nog wat te worden. Dat ben ik graag. Confrontatie. Ja, graag. Ja, nou, het is voor mij natuurlijk voor het eerst. En ik vind het erg jammer dat meneer Melkert niet wat vrolijker... Maar wel een beetje humor ook nog. Er zijn nog twee maanden te gaan, maar het is op zich wel bevangen. Ja, ik hoop wel dat meneer Melkert gaat ontdooien de komende weken. Zullen we gaan, want de auto wacht. Dank u wel. Dank u wel. Allemaal, hartelijk dank. En tot een volgende keer. Dit was het lijsttrekkersdebat. En het ging, zoals we hadden beloofd, over de opiniepeiling voor de landelijke verkiezingen. Tot de volgende keer.